Gentleviewers, ik wil het vandaag met jullie hebben over Prototype 2. Ik volg deze game de afgelopen maanden op de voet en ik moet zeggen, het verbaast me hoeveel beter hij is geworden dan zijn voorganger. Niet zozeer om de looks, want hij ziet er bijna hetzelfde uit als die game uit 2009, maar om een aantal andere dingen. Om mijn enthousiasme met jullie te delen, heb ik een aantal fragmenten uitgekozen waaruit blijkt wat er vet is aan Prototype 2. We beginnen met deze. De hoofdrolspeler Heller is hier binnengedrongen in een basis van de Black Watch. Die evil bastards waar je tegen vecht. En daar zie je al dat de stealth gameplay in deze game is veel beter dan de vorige game. Hier, nou druk ik op het linker pookje. En dan zie je wie er bekeken wordt en wie niet. Als ze rood zijn, dan worden ze bekeken. Als ze wit zijn, dan worden ze niet bekeken. En degenen die niet bekeken worden, woppa, die kun je dan kunnen zoomen. En die gast daar, die moet ik hebben. Dus dan loop ik heen zo, lululululul. En die slurp ik op. Damn it. He didn't know shit. Try using his credentials on a nearby computer. There's probably a database that shows Rook's current location. En nou moet Heller dus informatie van een computer halen en dan gebeurt er iets grappigs. I'm at the computer, what do I press? First, you need I'm pressing the red button. Shit, now the screen's all fucked up. Shit's broken. Okay, press the alternate key. A-L-T-R-A. Alt? There's no fucking alt. I got a fucking squiggly line key. I got a fucking key with a triangle on it. What the fuck kind of keyboard is this anyway? James, calm down. There should be a button with a blue square on it. Okay, that's more like it. Bringing up the personnel database. All right, got the location. Don't forget to log off. Yeah. Terminal 4 is currently logged on with no personnel present. Please return to your station and commence proper log-off procedure. Fuck off. I hate computers. Maar, hoe grappig en awesome James Heller ook is, het blijft nogal een chagrijnige lul. En hoe zorg je ervoor dat een lul sympathiek overkomt? Jawel, dat is door zijn vijand overdreven evil te maken. Luister maar eens naar deze black box die je door de game heen kunt verzamelen. Field recording. 255 days ago. Don't shoot us, for God's sake, please don't shoot us! I need to hear your son talk, ma'am. He's autistic, he's not infected, I swear to God, no! No! Inderdaad, zelfs autistische kinderen worden niet gespaard door deze bastards. En wat dacht je van deze? Dragon, this is Mako 23, engaging church, over. No, you fucking don't. Als je de regels een beetje kent, dan weet je dat alleen pure evil motherfuckers kerken durven aan te vallen. Heller neemt het dus op tegen deze motherfuckers, de Black Watch, maar ook tegen een stel smerige virus freaks. En daar heb je powers voor nodig. En veel. Maar dit keer zijn ze een stuk beter ingedeeld dan in het vorige deel. Kijk maar mee. Dit zijn dus een van de vele verschillende upgrades die je kunt hebben. Het staaltje lijkt een beetje gejaft van Bioshock in Fallout, van die plaatjes, weet je wel, dat halve grappige. Maar goed, dat vergeven ze. Met deze fijne powers ben je gelukkig niet de hele tijd tanks aan het kapot slaan en helikopters daar naar de lucht aan het smijten, zoals in het vorige deel. Nee, er zit best wel veel afwisseling in de missies. Check bijvoorbeeld deze. Hier stap ik op een tank. En dan lekker ronddraaien en knallen op die vieze kleine mannetjes overal. Zo'n tankmissie is nog wel behoorlijk lomp, weet je. Daar wordt nog behoorlijk in gekild. En dit is een wat subtielere missie, want hier moet je een squad Black Watch infiltreren. En dan moet je natuurlijk eerst hun gedaten aannemen. Dus pak je zo'n knakker met zo'n DNA-stringetje erbovenop. Floppa. En dan verander je erin. En dan kun je samen met je andere Blackwatch dudes moet je infected kapot knallen. En ze hebben natuurlijk niet door dat jij Heller bent. Laten we even wel weten. En dan zijn er nog massa sidequests om erheen te banjeren, zoals deze.
waarin ik een brawler moet loslaten om op te slurpen en dan zijn DNA te gebruiken om extra powers te krijgen. Zoals ik al eerder zei, zit er veel meer humor, veel meer zelfspot in Prototype 2. Heller die speelt de een en andere leme, maar ook wel bijzonder gevatte one-liners. Met heel veel fucking erin. En er zit nog veel meer lol in deze game. Zoals in deze fragmentjes. What the fuck are you doing? Marcella Walsh. Marcella? Not even sure if that's a guy or a chick. Complaint noted. Continuous planned. Over. Whatever. You're the boss, brah. This asshole says brah one more time, I'll break his fucking jaw. Well, might do that anyway. Shit, dude. Have you been working out? I eat a lot of protein. Shit. Wat een gast. Anyway, nog één tip. Speel deze game op hard. Als je van een uitdaging houdt natuurlijk. Want dan komt deze game het best tot zijn recht. Normal is net te weinig uitdaging en easy is al helemaal veel te makkelijk. Dus hard is the way to go. Oké. We gaan wel een paar keer dood, maar dat kan in games, dus waarom zou je niet doen? Prototype 2 is geen perfecte game. Het ziet er niet bijzonder mooi uit. De draw distance, weet je, als je in de verte in de stad kijkt, zie je een dikke laag mist eroverheen hangen. En soms word je een beetje moe van de herhaling in de missies. En het is wel een beetje deja vu ten opzichte van de voorganger. Maar hij is veel grappiger geworden en Heller is een badass. Dat hebben we sinds Kratos al niet meer gezien. Ik denk dat je er wel van gaat genieten, gentle viewer. Ik denk het wel.